De Nederlandse Vereniging Postzegelverzamelaars afdeling Nijmegen stopt ermee na 100 jaar. Doordat het ledenaantal drastisch is geslonken, is de vereniging genoodzaakt te stoppen. Vrijdagmiddag wordt de laatste bijeenkomst gehouden in Nijmegen. We hebben in 80 jaar en hadden wij bijna 300 leden. En op hier is dat steeds minder geworden. Ook door de sociale media waarschijnlijk. Dat het, de aandacht voor filatelie nam een beetje af. En het werd steeds minder. Er kwamen geen nieuwe leden bij. Jongeren waren helemaal niet te vinden. En de oude garen die stierf af. Ja. En dan houdt het op een gegeven moment op. We waren er met 15 of 16 man waren we over. Toen hebben we maar besloten om het om een punt achter te zetten. Nou, ik vind het nog wel jammer. Want we hebben 100 jaar volgemaakt. Vorige maand bestonden we precies 100 jaar. En daar komt nu een eind aan, ja. En het is, al die 100 jaar heeft het goed gefunctioneerd. Dus het verzag duidelijk in de behoefte. Nou, we hebben altijd een hele leuke tijd gehad. Het was geen hoogwetenschappelijk werk, maar het was gewoon gezellig. Je kon over je hobby praten en je kon dingen laten zien over je hobby. En dat was gewoon grappig. Nou, we hebben dus. De eerste plaats is het een viering van het 100-jarig bestaan van de afdeling. En tevens is het de allerlaatste bijeenkomst van de afdeling. Dus het is het begin en het einde.